Een gezellig feestje in Sporthal de Hamen in Beek op zaterdag 14 maart. De F1 van handbalvereniging BFC uit Beek vierde er het officieuze winterkampioenschap met een aantal sterren van topclub Lions uit Sittard-Geleen. Eerst moest er wel nog worden gewonnen van Born, maar dat bleek getuige de uitslag van 19-5 geen probleem. Het betekende de 10e achtereenvolgende overwinning voor de F1 van BFC. De titel is officieus omdat de handbaljeugd tussen 6 en 8 jaar geen competitie speelt en er officieel geen stand wordt bijgehouden. Maar zou dat wel het geval zijn geweest, waren we nu dik kampioen, zegt trainster René Mullens. Uit handen van sterspelers Serge Heijnen, Tim Mullens en Luc Hoyting van de Lions kregen alle spelers van de F1 een mooie bos bloemen en een zak snoep. Ook kregen de jongens en meiden een prachtige medaille. Daarna ging het feestje nog tot in de late uurtjes door. Het bleef nog lang onrustig in Beek.